Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin. Ik wil eerst even zeggen dat je niet moet schrikken dat er opeens een andere jongen zit. Ik ben nog steeds Melvin, namelijk alleen ik heb een nieuwe koptelefoon. En deze koptelefoon komt van GameGear.be. Dit is geen promotiepraatje, maar dit is als het ware de prijs die ik heb gekregen voor Wie wordt de nieuwe DRD'er? Het was onverwachts vandaag binnengekomen. Echt heel onverwachts, want ik had het niet aanzien komen. Want er was geen datum gezegd. Er werd gezegd tegen mij van ja, grote kans dat je het pas na de E3 binnen hebt. Alleen, de E3 is nu bezig en ik heb het dus nu binnengekregen. Dus bedankt Milan en bedankt GameGear.be, want ja, dat is het sponsor dat het allemaal heeft geregeld voor mij. In ieder geval, we zijn weer terug op de MCSG server, oftewel de Minecraft Survival Game server. En ik zit weer een leuk potje Minecraft Survival Games jullie te spelen. Oeh, dan viel ik bijna naar beneden. Maar in ieder geval, ik heb één stuw kunnen krijgen uit het chest en dat is ook het enige dat we op dit moment hebben. Dus ik weet niet, we moeten dus op zoek naar een chest. Een chassis met geluk. Alleen, ik weet niet of dat gaat lukken. Ha, leuk woordgrapje. We moeten geluk hebben in een chassis, alleen dan moeten we of dat gaat lukken, stomme humor. Nou ja, ik ga dus op zoek naar een chassis. In hoop dat we wat kunnen vinden in het chassis. Het is ook alweer een tijdje geleden dat ik een Minecraft Survival Games heb opgenomen en heb geüpload voor jullie. Maar ja, één moet weer een keer gebeuren. En een chassis. Holy damn, dit is een fucking chill chest. We hebben een iron helmet, we hebben golden leggings en we hebben een stone sword. Ik zou die stone sword nog niet beet houden. Ik haal wel even de golden apple beet, want ja, dat is een soort van trucje dat je mensen een beetje belazert. Wanneer ze jou zien lopen, ze denken van ah, die mongool, die heeft alleen maar een golden apple. En dan komt hij op me af en dan opeens doe ik van what's on? En dan pakken ze ook mijn stone zwaard mee. Dan denkt hij van oh, dat zag ik niet aankomen. Nou ja, we hebben nog een chassis gevonden. En al deze chassis zijn nog niet geloot, dus dat is super chill. Ik hoop dat we misschien nog even twee diamonds kunnen vinden. En dan ook gewoon een sticky. Want als we dan die diamonds en dat sticky hebben, dan zijn we binnen. Want dan hebben we gewoon het diamond zwaard. Dat is toch wel een keer een doel van mij om dat in een aflevering te kunnen maken. Dat is me ook één keer gelukt. Alleen, het was niet zo'n groot succes. Dat was zeer jammer. En ik ga hier heel voorzichtig maar langs lopen. Ik weet niet of ik dit ga overleven. En trouwens, nu ik een beetje hierop aan het spelen ben, dit is voor mij gewoon de lobby map. De lobby map waar je in wacht als je zo'n lobby zit. Ja, wow, dat was super duidelijk. Oké, daar komt hij. Ik ga deze sprong doen. Ik moet hier namelijk overheen en ik moet gewoon die sprong doen. En straks komt er iemand aan en dan is het hier een episch gevecht. Nee, ik moet en ik zal die sprong... Ja, ik ga het proberen. Oké, daar komt hij dan. Ha, hi, ho, ha. Dan gaan we... Oh, mijn hemeltje lief. We hebben het gehaald. Een super epische sprong. Moet je zien hoe breed dat was. We hebben het gehaald. Super chill. En kijk, een chest. Oké, nog meer dingetjes. Nou, daar hebben we eigenlijk helemaal niks aan. Maar ik neem het wel mee, want straks komt iemand anders hier en die denkt van hey, een chest, en dan is hij leeg, want dan heeft Melvin alle spulletjes eruit. Ha, dat heet een tactiek. Of eigenlijk is er geen tactiek, dat is gewoon een slimme set. Maar hey, jullie begrijpen me vast wel. Zit hier nog ergens anders een chest? Een chassis ergens in de buurt? Ik wil een chassis met leuke inhoud. Hey, kijk, diamonds. Kunnen we niet minen? Dat zou super chill zijn, maar dat zou vast wel niet kunnen. Dat zou anders best wel overpowered zijn. Als je gewoon een pickaxe kan maken en dan ga je dat even minen, dan heb je gewoon stuff. Oh, mijn hemeltje lief. Een enchantment table, maar daar hebben we helemaal niks aan. Nee. Oh ja, dat besef ik me nu, dat ik er helemaal niks aan heb. Oké, weer een super epische jump. Gaan we het halen deze keer. Ik denk dat ik vanaf hier moet springen. Dan springen we zo... Oh, yes. Een iron ingot, super chill. En flint of steel. Ik zal even mijn inventory een beetje recreaten. Zo, ik heb mijn inventory even mooi helemaal geregenereerd. Of hoe je dat ook maar wil zeggen. En wauw, serieus, mee je deze. We hebben over 60 seconden alweer de deathmatch. En ik ben nog steeds levend, dus dat is super chill. Zullen we een keer gaan proberen om een potje te winnen? Dat zou dan mijn allereerste Hunger Games potje ooit zijn dat ik win. Dat zou echt een heel mooi moment zijn. Alleen dan moet ik zorgen dat ik nu niet naar beneden word gekikt. Want dan ben ik gewoon vies uit de lul. Oké, hier stond een chest. Zit niks bijzonders in, dat mogen we laten liggen. Want hey, ik heb een beter zwaard en dan kunnen we dat wel laten liggen. Dat kunnen we wel permitteren, voor mij noem je dat zo? Volgens mij wel. Nou, in ieder geval. We hebben nog 30 seconden. En nog 30 seconden voordat het de final team deathmatch is. En it's the final battle. We are against someone in full iron and someone with a bow and arrow. Please. Yes. Swag. We gaan teamen. Oké, hij heeft een diamond zwaard. Wauw. Ik wil gewoon een keertje winnen. Nou ja, in ieder geval. Gefeliciteerd, Zumba, alsjeblieft. Wat een rare naam trouwens. Maar in ieder geval, Zumba, alsjeblieft. Tot ziens. Bij de volgende potje gaan we terug.
Oh, het potje begint al. Wow. Mensen, we zijn op een nieuw potje aangekomen. Het is een super epische map. Volgens mij is dit de hub map. Maar dat weet ik niet zeker. Of is het de oude hub, maar dat weet ik ook niet. Nou ja, in ieder geval. We moeten gelijk naar deze chest rennen. En ik heb een iron ingot. En ik heb, oh mijn hemeltje lief, daar zit hij van alles in. En hij heeft een zwaard. Oké, we moeten wegwezen. Ik zag dat hij een zwaard uit die chest had gehaald. Daarom zat er zoveel food in. Oké, ik hoop niet dat hij achter me aan zit. Daar ga ik in ieder geval niet van uit. Nou ja, we zijn gelukkig met iets bij iets. Met iets, ja. Iets, ik noem het maar iets. Die 5 dingen in inventory. Zijn we weg kunnen komen. En lopen we hier iemand achterna. Maar ik ga hem niet volgen. Ik ga hier gewoon aan de zijkant eruit. Of hier kunnen we eruit. Kijk hier. Oh nee, niet eens. Wauw, waar moet ik hier langs dan? Hij heeft voor mij iets. Of hij ziet mij. Ik weet. Oh nee. Nee, meneer heeft een zwaard. Nee. Oh, oh. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh, ha, hij is safe. Nee, oh nee, toe alsjeblieft. Waarom moet mij dat nou weer overkomen? Dat vind ik zo achterlijk saai, kut, zo aan de Hunger Games. Dat er dan iemand achter je aan zit. En dan ren je totdat je geen food meer hebt. Oh, hij zit niet meer achter me aan, ho. Poeh, dat is een opluchting zeg. Holy damn. Nou, nu moeten we dus maar op zoek gaan naar een chassis. Of ja, hoop ik dat ik een chassis kan vinden. Zit hier wat? Nee. Oh mijn god, daar moeten we niet invallen. Daar is een trap. Dat moeten we niet hebben. We moeten even niet in zo'n ding vallen. Ik ben nog steeds in de buurt van het midden. Ik heb nog steeds geen chassis gevonden. En het gaat niet zo lekker. Althans, dat... nee, het gaat gewoon niet lekker. Moeten we maar even eerlijk... Hey, kijk, een chassis. Oh mijn god, hij is nog niet eens geloot, man. Als we nog één iron ingot vinden, dan kunnen we een iron zwaard maken. Dan hebben we nog steeds geen food, maar in ieder geval... Maar in ieder geval, nee, dan, ja, food, wow. Ik bedoel, als we nou nog één iron ingot vinden, want zie, ik heb net een sticky gevonden. Oh, damn. Ik heb nu gewoon 2 iron ingots en een sticky. Dan kunnen wij nu een iron zwaard maken. En dan heb ik geen armen, maar wel een iron zwaard. En dan kan ik misschien wel mensen helemaal naar de tyfus slaan. Want ja, dan ben ik misschien een beetje overpowered. Maar dat zien we dan wel weer. In ieder geval, we gaan eerst weer naar het midden crossen. Hier zit ook nog een chest. Die zou vast wel geloot zijn. Dat dacht ik al. Oké, we gaan nu in het midden. Gaan wij al een iron zwaard maken? We zijn nog maar net 2 minuten en een paar seconden bezig in dit potje. Dus dat is op zich heel erg chill. Er is volgens mij niemand... Iemand in de buurt. En waar zit hier de crafting table? Zit... Oh nee. Dit meen je niet. Dit meen je me niet. Nee. Fuck hem. Oh, het is een team. Godsamme. Dat vind ik zo jammer. Kill ze, ja. Kill ze. Ga er achteraan. Oh. Oh, het is een team van 3. Oh nee, niet eens. Kill ze. Kill ze voor mij. Doe het voor mij. Oh, en hij is bang. Ja, dat zou ik ook zijn. Ik geef hem groot gelijk dat hij wegrent. Oké, mensen, we zijn bij het derde potje aangekomen. We moeten dus weer naar het midden rennen. Gaan we hopen dat we misschien dit keer wel geluk hebben uit een chassis. Maar ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Oké, zit hier wat in. Zwaard, zwaard, zwaard. Oké, zwaard, zwaard, zwaard. Sla iemand, mensen. Sla in Melvin, sla iemand. Oh, kut. Oh, kut, ja. Ja, sla hem. Nee, Melvin, sla hem. Ja, hij is bijna dood. Hij is bijna dood. Oké, nee. Ja. Holy damn. Deze broek aan. Oké, mooi. Mooi zo, we hebben een eerste kill. Ik heb een zwaard uit een chassis kunnen krijgen in het midden. Holy damn. Ik ben er zo blij mee. Hier zit iemand AFK. Zult die ook maar even doden? Dan lijkt het zo stoer van, hey, Melvin heeft nog een kill. Melvin is op een dikke streak. Kijk eens aan. Die is dood. Hier loopt nog iemand. Zult die ook maar even doden? Want dit gaat toch heerlijk, mensen. Dit gaat heerlijk. Holy shit, hij heeft trouwens dik. Harde poeplek. Holy what the fuck. Voor mij speelt hij dit spel op zijn poeprouter of zo, want dat is niet normaal. En holy tieten, hoe komt hij ooit aan al die stuff? Ja, oh mijn hemeltje lief. Holy damn, ik ben op een dikke killing spree, jongen. Holy fucking damn. Hoho, dit gaat super. Dit gaat heerlijk. Ik heb een killing spree, mensen. Ik zou dit nog even aandoen. Moet je eens kijken. We zijn geared als de neten. Dit gaat toch super. We hebben al 4 kills kunnen maken. Waarvan 3 in 1 minuut. Want voor mij was dat een achievement dat er stond. Holy damn. Dit is voor mij echt mijn beste begin ooit in een aflevering. Holy damn. Oh mijn god. Dit gaat heerlijk. Op zoek naar een nieuw chassis. Dat vind ik nu wel een leuk iets. Ik heb ondertussen 2 chassis gevonden, maar er zat eigenlijk niks bijzonders in. Ik ga nu naar dat tentenkamp dat ik daar op het eiland zie. Of eiland, ik bedoel strand. Ja, het is een soort van eiland, maar eigenlijk is het strand, dus eigenlijk is het geen eiland. En waarom vind ik een chest met 1 iron ingot? Eigenlijk is dat wel chill, want als we nu nog 1 iron ingot vinden, dan kunnen wij een iron zwaard maken en dan zijn we binnen. Dan kunnen we echt iedereen gaan bonen. Vies hard, dat gaan we echt doen. Dat gaat echt lukken. Sowieso.
Ik durf te wedden dat hier vast en zeker wel ergens een chest in de buurt zit. In dit gele tentje misschien. Ja, kijk, een dubbel chest. Holy damn. Check even wat we vinden. Het is niet heel bijzonder, maar het is toch wel een beetje bijzonder. Echt, als iemand mij nu killt, jongen, die heeft een stuff die denkt van... Holy damn, die had een boel stuff bij zich. Want ja, ik heb een boel stuff. We hebben de tweede Iron Ingot gevonden. Oh, damn. We moeten nu als de mallemoeren naar het midden. Gaan we daar een Iron Zwaard maken. En zijn we onoverwinnelijk. Althans, dat hoop ik dan. Ik hoop dat we dit potje gaan winnen. Dat zou heel mooi zijn. Dan ga ik echt huilen. Dan moet ik even Sanookies erbij pakken. Want ik heb nog nooit een potje van Hunger Games gewonnen. Ja, wel een keer met vrienden. Maar alleen solo nog nooit. Dus als dat deze aflevering gaat lukken... Dan ben ik een zeer, maar dan ook een zeer tevreden. En dan gaat dit potje dan in de geschiedenis als het beste potje van altijd Melvin ter alle tijden. Ja, want dat is in de geschiedenis en dan is dat alle tijden. Maar dat is een soort van logisch, dacht ik zo. Nou ja, in ieder geval. We gaan naar het midden. Dat vind ik een hele goede. Oh, daar is het midden. Ik dacht al, ik kan het hele midden niet vinden, maar ik zie hem daar, oké. Het is bijna zover. We gaan bijna een Iron Zwaard maken. En dan gaan wij iedereen zo hard in de reet steken. En dan snijden we ze door de midden open. En dat is een beetje een zieke gedachte, Melvin. Dat gaan we niet doen, maar we gaan ze wel allemaal vies uitponen. Kom op, dit gaat ons zeker weten lukken. Oh, ik zie hem al staan. Ik zie ook al een cake staan. Lekker. Ik zou nu mijn zwaard gaan maken. Oh, we hebben een zwaard. Mensen, kijk even wat wij hier beet hebben. Wij hebben hier een Iron Zwaard. Wij gaan nu iedereen zo hard ownen. Totdat ze denken van... Zo, ik ben geowned. Dus ja, dat gaat lukken. Dat gaat zeker weten lukken. Ik bedenk me nu ook opeens iets. Ik zie dit Fury zo en ik denk ze van... Als het echt slecht gaat, ik ga er niet vanuit. Maar hé, je moet toch een beetje voorzorgen of voormaatregelen nemen. Weet je wat ik daar ga doen? Ik ga al mijn zwaarden ga ik verbranden. Want eigenlijk, als ik gedood word... En die krijgen al die zwaarden, al deze zwaarden... Dan hebben ze alsnog wel het Iron Zwaard. Maar dan kunnen ze ook nog iets met dat doen. Dus dat is misschien eigenlijk een hele domme zet. Vergeet dat maar wat ik net lulde. Want als ze mij killen, hebben ze altijd mijn Iron Zwaard. Dus het maakt helemaal geen verschil. Ik ben zo dom. Weet je wat ik ga doen? Ik ga denk ik gewoon in het midden campen. Want ik vind nu eigenlijk helemaal niks meer. Hey, ik vind nu nog wel een fishing rod. Maar ja, dat is wel iets goeds. Maar voor de rest, ik weet niet wat we daaraan hebben. Misschien kan het nog wel iets tactisch gaan worden. Maar in ieder geval, ik heb er een beetje over nagedacht. Ik loop nu al echt een hele lange tijd rond. En ik kan maar niemand vinden. Dus ik ga gewoon denk ik in het midden campen. En als er dan iemand komt die goede stuff heeft, dan ga ik die gewoon vies hard ponen. En dan zien we het wel. En... Oeh, dat was toch wel een beetje gevaarlijk dat ik daar zo sprong. Au. Oeh. Ah, bommetje. Mooi zo. En het wordt ook al nacht. En nu gaan jullie misschien denken van Melvin, wat is het opeens een grijze kleur? Maar die grijze kleur heb ik ook. Dus daar moet je eigenlijk niks van aantrekken. Dat is nou eenmaal zo. Het is wel heel beroerd. Ik geef het ook toe. Holy damn. Het wordt wel heel erg donker. Maar hey, des te donker, des te beter. Want dan kan ik juist de mensen beter zien. Want die namen die lichten als het ware op. Dus we gaan hier gewoon rondjes rennen. En dan zien we vanzelf wel een keer als iemand komt. Ja, dat doen we gewoon. Oké, het heeft heel lang mogen duren, maar er is eindelijk weer een kill gemaakt. Holy damn, dit heeft echt serieus zo lang mogen... Ja, heel lang heeft het ook weer niet geduurd, maar toch wel een bepaalde tijd waarvan ik dacht van... Hey, dat mag wel iets sneller. Ik loop hier nu wat rondjes rond de spawn, zoals ik net ook al een beetje vertelde, dat ik in de buurt van de spawn zou blijven. Want wanneer er dan iemand komt, kan ik hem een vies hart gaan ponen. Althans, dat hoop ik. Ik weet niet wat zij allemaal hebben gevonden, maar ik heb wel een beetje een goed gevoel over mijn slagingspercentage deze potjes. Alleen, ja, ik weet niet of er iemand anders misschien wel een diamond zwaard heeft. Want ja, dan ben ik misschien wel heel erg zwaar de lul. Maar hey, daar komen we over 17 minuten achter. Refill the chest! Holy damn! Holy damn! Ik zie opeens dat de chests zijn gevuld. Ik weet niet of dan deze middels het... Oké. Ze ziet me niet. Hij ziet me niet. Oké, hij ziet mij wel. Hij ziet mij wel. Hoe kan ik hem nog niet hitten dan? Oh nee. Hoe kan ik hem niet hitten? What the fuck? Hoe kan dat? Ik weet zeker dat ik hem vaker hitte dan dat ik hem hitte. Hoe de hemel... Wauw. Nou, in ieder geval mensen. Dit was de Hunger Games voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mij. In ieder geval, doe even een duimpje omhoog voor de support. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden in de comment section. En ben jij nog niet geabonneerd op mij? Druk dan even snel op knopje abonneren dat hier beneden staat. Dan ben jij altijd op de hoogte op al mijn video's. En voor dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... doei mensen!